Unboxing deel 1. Dit is de eerste doos. Er zitten ledjes in. Dus dat is jammer. Dan heb ik het al verklapt. En wel die. Ik heb ze op eBay gevonden. Ik was er langer naar op zoek. En op een gegeven moment komen ze vanzelf bovendrijven. Niet dat ik rode ledjes nodig had, want ledjes genoeg. En die ledjes kosten 2 cent. Maar deze, daar heb ik, weet ik het, voor die 8 al 15 euro verzendkosten betaald. Maar het zijn oude eerste ledjes van Monsanto. En als je die naam kent, het is hetzelfde bedrijf dat Roundup maakt. Kijk maar. Het staat natuurlijk niet scherp als ik te dichtbij doe, maar dan moet ik hem even neerleggen. Monsanto Europe. En daar kun je over discussiëren, maar het is niet helemaal lekker bedrijf. Het maakte dit dus. Roundup. En dat is in de Vietnamoorlog gebruikt om blaadjes weg te halen. Als de vijand eronder zat. En dan kun je er eventueel dan brandbommen overheen gooien en zo. Nou, daar is dus de familie of de firma Monsanto. Die maakte dat spul. Ook DDT, ook een verboden gif. Agent Orange, dat is dus ja, de Roundup, laten we zeggen. Het waren ook een van de eerste vier bedrijven die genetische manipulatie deden bij plantjes. 1983, toen waren jullie er nog niet, maar ik was 13. Maar wat mij omgaat is dat dit bedrijf dus ook, hoe slecht het chemische bedrijf ook was misschien, het eerste bedrijf was dat ledjes produceerde in grote getalen. Die eerste ledjes. Ik vind het wat overdreven om 8 ledjes in zo'n grote doos te doen, want dit is 1 ledje, een moderne, van 2 cent voor de papiercorso, maar toch? Ik denk dat er niet meer in zitten dan 8 ledjes. We gaan het zien, we gaan het bekijken. Monsanto, bekend van DDT, Roundup en andere chemicaliën. Maar als je van oude techniek houdt, dan kom je Monsanto tegen, want licht en ledjes is onlosmakelijk met hun verbonden. Hier bijvoorbeeld de eerste van dit soort displays. Jullie kennen ze wel. Ze zijn tegenwoordig heel bekend. Maar dit waren de eerste. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat ze, moet ik hem even zo houden dat hij wat schittert. Een M bovenin staan. En dat is de M van Monsanto. Zie je, boven de 8. Pootjes zijn ook van goud extra gemaakt. En je kunt vaak zien hoe oud zo'n ledje is op de zijkant. Hier kan je bijvoorbeeld zien. Even stilhouden. Dit display is MAN 72. MAN is van Monsanto. En daarachter staat 75, denk ik, 28. Dat betekent dat hij in 1975, ja, 1975, dit soort displays zijn allemaal uit het beginjaren van 1970. En toen was de Vietnamoorlog, die ik je net liet zien, nog gewoon aan de gang. Want die hield pas in 1975 op. Ik was toen 5. Nou ja, ledjes, niet weg te denken, maar begon dus bij de fabrikant van Roundup. En dat bedrijf is groot geworden, omdat het veel van dat spul kwijt kon aan het Amerikaanse leger. Ik zet even op pauze en dan ga ik hem openmaken.